En de startersgevallen van het Pri Restaurant Juffrouw Tok Tok. Strijd aan de binnenkant van de baan. Met de koude galoppaden van de favoriete Oliver Transer. Heel snel is begonnen aan de buitenkant. Olize JB Boko. En ook aan de binnenkant gaat mee Omarie. Uitgeschakeld. Nummer 2. Nummer 2 galop. Olize JB Boko heeft de leiding voor Omarie. Daarachter zien we de andere Krebas Bupil. En dat is Opal Stone. Buitenzijde is voor Nashville Petnik. Rustiger aan doet het paard nummer 3. Everytime Glory. En daarachter zien we Dream Paslo. Leidingshandel van Olegier Beboko En die laat op het moment uh, zomaar het uh, bit los. En daar gaat uh, paard nummer 5, Nashville Vettic, van uh, profiteren. Maar op dit moment pakt uh, Olegier Beboko het ook weer op. Kijken of uh, de heren dat uh, onderling oplossen. Jan Thijs die wil wel doorrijden na een tussentijd van 1.12.6 met zijn Nashville Petnik. Nashville Petnik gaat de leiding overnemen in de charda bocht voor Olivier Beboco. Daarachter zien we Omarie voor Opalstone. En heel makkelijk na die voorste vier loopt op dit moment toe Everytime Glory. Daarachter zien we Dream Paslo en ook Oliver Transer laat op dit moment nog snelheid zien. Nashville-Petnick heeft de leiding na vier uitschakelingen op rij. Zou Nashville-Petnick qua potentie zeker nog wel een keer mee kunnen strijden om de winst. En dit pad past hem perfect. Hij heeft van niemand last, mag straks zelf het tempo bepalen. En Jan Thijs de Jong gaat de tweede tussentijd neerzetten van 1-13-7. En dat is fors. De eerste kilometer van 1.13-1. En Nashville-Petnick is aardig gretig. Tweede licht op het moment, Olivier Beboko voor O'Marie. Daarachter zien we Opal Stone en Everytime Glory. Die probeert buitenom zijn geluk te beproeven. Nashville-Petnick al altijd aan de leiding voor Olivier Boko. Daarachter O'Marie oh voor Everytime Glory en Opelstone. Dat zijn op het moment de voorste vijf paarden die de prijzen gaan verdelen. En Omarie oh gaat op het moment ook naar het tweede spoor. zelfde geldt voor Olivier Boko. En Everytime Glory moet daardoor in één keer naar het derde spoor. nashville Petnik heeft na een eerste snelle kilometer niet 1, 2, 3 in antwoord op de buitenste twee paarden... die op het moment voorbij flitsen. En dat zijn Olivier Boko en Everytime Glory. Met een derde tussentijd van 1, 17, 7. Gaan de paarden de laatste bocht in. En Michel Rotegatter heeft al overgenomen met zijn Everytime Glory. Die vandaag niet uh, taalt naar een uh, fout. En op dit moment ook eventjes een uh, kleine uh, drafwisselt. En Nashville Petnik schuit nu naar het tweede spoor. En ook Olivier Beboko gaat er weer omheen voor Omari en Opal Stone. Rommelige koers. En alle rijders zijn blij als ze straks over de finish zijn. Maar wie gaat er met de winst vandoor? Buitenkant Nashville Petnik. Binnenkant Everytime Glory. Die is weer op het uh, rechte pad. En daar is die Nashville Petnik strijden voor plek 2. Samen met uh, Olivier Beboko en Omari maar Everytime Glory die staat weer in de Victory Circle straks na een laatste tussentijd van 1-16-1. Paard nummer 3, Everytime Glory, wint voor de 5, Nashville Petnik. Buitenkant voor de 1, O'Marie. Dus 3-5-1 met een voorlopige...